Welkom allemaal bij een drumles van het Boom Pakhuis. We gaan het hebben over paradiddles en grooves. Paradiddles, paradiddles, toch niet weer paradiddles? Ja, je kan nooit genoeg hebben van paradiddles. Vandaag gaan we 4 omkeringen spelen. En de paradiddle, die kent iedereen, denk ik. En als je hem niet kent, is dit je kans. Maak je geen zorgen als je het niet snel kan volgen, want de PDF die zet ik op het eind aan de film. En je kan hem ook anders bij mij, dat je even een mailtje stuurt en dan mail ik hem naar je toe. Dat lijkt me wel zo makkelijk. Oké, de tweede. Dus ik speel wel telkens een accent op de 2 en de 4. Ik speel de paradiddles in 16e. En met een accent op de 2 en de 4. Bij de volgende is dat heel belangrijk, want je krijgt zeg maar een dubbelslag met links. En dan moet je de eerste accentueren. Dus dan krijg je... Want zo krijg je een groove. Heet het niet voor niks het Boom Pakhuis. Dat staat voor boom, pak, boom, pak. Dus... We willen die boompak blijven horen. En dan krijgen we de laatste, die waarschijnlijk het moeilijkste is. Want daarbij is het accent op de tweede keer als die met links komt. Dus je moet van zacht naar hard. Dus je moet echt heel snel een zweepslagje maken. En die klinkt dan zo. Ja, dan gaan we ze aan elkaar knopen. Eerst herhaal ik ze 2 keer. Maar als je ze 1 keer aan elkaar knoopt, dan is die eigenlijk het leukst. Dus nu speel ik ze alle 4 2 keer. En nu speel ik 1 keer. Dan speel ik eigenlijk alleen maar de eerste en de tweede tel. En dan spring ik naar de volgende. Die gaat als volgt dan. Op de koebel klinkt die. Met een samba bassdrum. Dan heb je allerlei variaties. Zelf kun je natuurlijk allerlei bassdrum variaties verzinnen en maak er je eigen ding van. Veel succes en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.